moet dan zo dadelijk tweede adem krijgen als het veld achterop komt. Anders is het gedaan met de favoriet. Het is gedaan. Het verandert volledig helemaal. Heb ik iets gezegd over Dylan F. Boko en een niet-favoriete afstand? Ik ben er bang voor. Zeilt hier het veld voorbij. En dan denk ik dat u hem kunt noteren. Dylan F. Boko aan de buitenkant. Een geweldige sprint eroverheen. En die loopt dan ook gelijk weg van het veld. Callisto Kingsdiep komt mee. Celtic Boko komt mee. Maar het is hier heel gemakkelijk. Bas Krebas, Dylan F. Boko niet wint. Voor de 5. Dat is Celtic Boko in de 6. Callisto Kingsdiep. Een gigantische verrassing van deze 8e en laatste koers. Meneer Haks. Dank u. Ja? Mag een huldige, dames en heren. Dylan F. Boko, Bas Krebas. Zij winnen de 8e en laatste van vandaag. 6 jaar deze bruine ruin van Ken Worgerton uit Pocono Boko. Gefokt door de Boko Stables Holland BV. En Zijp en Tietja Iwema. Paard is bezit van de Spangenhoeven. Bas Krebas, de trainer en de rijder. Ja, Bas, wat een gave koers. Ja, ik zet er iedereen dus een rondje tekort vandaag. Van Dylan is reed zo mega hard op kop. Ik denk, mijn ronde te gaan. Ik moet naar tweede spoor. Aan de binnenkant valt stil. En ze vielen in koor stil. Dan reden ze zo voorbij. Ik ben zomaar. Je had hem eigenlijk meegenomen omdat hij een koersie moest hebben. Nou, ik zeg tegen Mike Herber, maar lopen hooguit 8 paarden. Ik denk, afstand is te kort, maar we moeten wel koersie vanavond. Dus ik denk, hij moet maar mee. Nou, mooi dat het zo beloond wordt, Bas dan. Ja, top, top. Heel blij mee. 17-5 loopt hij trouwens. Tijd mag er zijn. Kunt in de handen, dames en heren. Mooie winnaars over een totaal niet aansprekende afstand voor Dylan F. Boko. Vandaag toch wel erg sterk, hoor. Dylan F. Boko, Bas Krebas, 1-17-5. Nog 50 meter. En de start is gevallen. Ja, een duel om de kop, dat ga je niet winnen van Elma Alki. En Transamerica's, die wordt dan ook al snel teruggenomen door Hugo Langeweg junior. Met op de tweede plaats dan ook nu paard nummer 1, Bijou Cartouche. Transamerica's naar plek 3 aan de reling. En daarachter volgt dan op de vierde plaats het nummer 4 van Cocktail Oldenzon. Achter Cocktail Oldenzon komt Cha-Cha-Cha door met verreweg in het veld dan aan de binnenzijde. Dylan F. Boko in een koers waarin hij totaal niet zijn afstand treft. Daarachter volgt dan Ruud Bols. Hij rijdt paard nummer 5, Celtic Boko. En aansluiting is er voor de 6, Callisto Kingsdiep. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En de vlieger wordt aan kop ook nog eens met rust gelaten. Maar niet lang, want Langeweg junior brengt zijn Transamerica's nu in stelling. En die gaat aan de buitenzijde in de aanval op Elma Alki. En dan gaan we normaal gesproken hier een geweldige tweestrijd krijgen. Maar er is geen houden aan Transamerica's. En dan kiest ook de vlieger eieren voor zijn geld. We hebben een nieuwe koploper. En dat is Transamerica's. En die loopt ook gelijk weg van het veld. Heeft 3,5 lengte voorsprong genomen. Op de tweede plaats is het Elma Alki. Achter Elma Alki komt daar aan de binnenzijde mee Bijou Cartouche. Aan de buitenzijde Cha-Cha-Cha met achter deze paarden helemaal ingemetseld Cocktail Oldenzon. Aan de buitenzijde Celtic Boko. Het laatste tweetal Callisto Kingsdiep en dicht daarbij dan ook Dylan F. Boko. Maar op dit moment wordt het een geweldige solo van Transamerica's. Die lijkt haast wel op baanrecordkoers. Heeft een voorsprong van een lengte of 5. Op de tweede plaats is het dan Elma Alki. Aan de buitenzijde Cha-Cha-Cha. Daarachter lijkt Celtic Boko nog wel wat over te hebben met Ruud Pols. Die volgt op plek 5. Bijou Cartouche als mede paard nummer 4 Cocktail Oldenzon. Die kunnen geen kant op. En Callisto Kingsdiep zou nog wel eens een keer een verrassing kunnen gaan worden in deze koers. Nou, er kunnen wel meer verrassingen gaan plaatsvinden. Want de koploper staat daar ineens stil. En die moet dan zo dadelijk tweede adem krijgen als het veld achterop komt. Anders is het gedaan met de favoriet. Het is gedaan. Het verandert volledig helemaal. Heb ik iets gezegd over Dylan F. Boko en een niet-favoriet afstand? Ik ben er bang voor. Zeilt hier het veld voorbij. En dan denk ik dat u hem kunt noteren. Dylan F.
Spoko aan de buitenkant. Een geweldige sprint eroverheen. En die loopt dan ook gelijk weg van het veld. Callisto Kingsdiep komt mee. Celtic Boko komt mee. Maar het is hier heel gemakkelijk. Bas Krebas, Dylan F. Boko niet wint. Voor de 5, dat is Celtic Boko. En de 6, Callisto Kingsdiep. Een gigantische verrassing van deze 8e en laatste koers.